kijkers van Pyrocril Friesland en welkom bij een nieuwe video. Vandaag hebben we een vuurwerkcollectie uit Tsjechië. Het jaar 2016-2017. Laten we beginnen. Eerst wat we hebben zijn twee pakjes Brabommers van Panta. Dus categorie 3, wat jullie weten. Alleen, het komt ook uit 2011, waarom? Ik heb geen flauw idee. Alleen, ik weet ook niet echt precies hoeveel gram erin zit, want dat staat er niet op. Maar in ieder geval, twee pakjes Brabommers. FP3's. Heb ik twee pakjes van de originele FP3's van Jorgen. FP3. Categorie 3. Ik kan het niet goed vinden, maar in ieder geval, ik weet dat hier ongeveer 3 gram kruid in zit. En nou ja, als jullie het precies weten, laat het me even weten. Nou, hier staat wel. Als je scherp stelt. Nou, hij staat niet scherp, maar 60 gram, dus inderdaad, gedeeld door 20 is 3 gram. Dus gaan we over naar het volgende. Er zijn 3 pakjes Widowmakers 2, oftewel FP3 Small van Jorgen. Het zijn gewone FP3 Small, zoals jullie zien. Oh, dan pak ik weer net een minder mooie, maar FP3 Smalls. En er staat ook heel raar op. Ah, hij staat niet scherp. Wat jammer nou. Maar dat het categorie 2 is, dus ik snap het niet helemaal. Maar in ieder geval, FP3 Smalls. Het volgende, en dat zijn Color Solutes Original van Panta. Het is een originele Color Solutes van Panta. Komen ook in 2011. En, nou ja, ze zijn categorie 3. En, nou ja, ik weet voor de rest, ook hier staat niet op waar het, hoeveel gram erin zit. Maar in ieder geval zijn het originele, dus ik ben er blij mee. Dan gaan we over met het volgende, en dat zijn 2 pakken Dun Purples, middel. Ik ben hier hartstikke blij mee. Ze zijn super goede nitraten. Gewoon de officiële Dun Patata Purple middel, zoals je ziet. 70 gram zit erin, dus iets van 3,5 gram per nitraat. Mooie knallers. De topper. En dat zijn de echte Viper 3's. Zijn te vergelijken met Cobra 6 Viper 3's. Mooi goedje. De mondje is wel extreem kort, maar die kan ik misschien nog wel verlengen. Als dat nodig is. Dit is in ieder geval mijn vuurwerkcollectie uit Tsjechië. Er komt nog een stuk meer bij, denk ik. Maar in ieder geval, we zijn geweest in Visiebrod. Daar zijn we bij de Chinezen langs geweest. En hebben even vuurwerk geshopt. Doe zeker een duimpje omhoog en laat weten wat jij hiervan vindt. En dan check ik jullie bij de volgende video. Later mensen.